Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag laat ik jullie zien hoe je dit vestje heel makkelijk zelf kunt haken. Hij heeft een net patroon, hij is heel licht. En zelfs in de zomer dus prima te dragen. Hij heeft hele eenvoudige mouwtjes. En wat ik gebruikt heb, ga ik jullie natuurlijk nu laten zien. Ik heb 6 bollen wol gebruikt voor dit vestje. En dit is de wol die ik daarvoor gebruikt heb. Dat is Fashion Jersey van Rico Design. 50 gram is 72 meter. 64% katoen en 36% polyamide. Ze zeggen 7 voor een naald. Ik heb een 6 gebruikt. En dan heb ik hier ook een meetlint. Want ik ga een aantal lossen opzetten dat ongeveer een meter is. En daarbij moet ik ook opletten dat het aantal lossen in die meter een viervoud van 4 is. Waar dan uiteindelijk ook nog 2 lossen weer bovenop komen om het patroon te laten werken. Dus er zijn een hoop dingen om even rekening mee te houden. Maar om te beginnen ga ik gewoon beginnen met lossen opzetten. Ik laat gelijk ook even zien hoe je die dan uiteindelijk hebt. 120 zijn er bij mij geworden. En dan komen er nog 2 bij. Dus 120 lossen was 1 meter. Dan heb ik nog 2 lossen erbij. Ik neem steeds 2 stokjes en 2 lossen in het patroon. En daarom heb ik dus die 2 extra lossen nodig om het te laten werken. En nu neem ik nog 3 lossen, maar die zijn voor de hoogte. Steek ik hier zo in. In de 4e was dat, daar haak ik een stokje. Dan in de volgende losse haak ik ook weer een stokje. Dan neem ik 2 lossen. Dan sla ik 2 lossen uit deze rij over. Dus dat komt overeen met de bovenkant. Dan steek ik in als de draad meewerkt. Yes, voor een stokje. Omslag, insteken. En dan haal ik zo de draad door de lus heen voor een stokje. 2 lossen, 2 overslaan. En dan ga ik zo 2 stokjes weer haken. Dit is dan het patroon dat ontstaat. Dus behoorlijk grote gaten. Tussen deze stokjes in en ik ben ondertussen weer bij het begin. En dan komt het precies uit. Ik ben ook echt bij de laatste lossen aangekomen. Dan ga ik nu weer verder. Ik neem weer 3 lossen voor de hoogte. En dan ga ik hier zo, waar hier de lossen zijn geweest, daar wordt ingestoken. Daar komen 2 stokjes. En om de stokjes van de vorige rij te overbruggen, nemen we 2 lossen. Hier ben ik weer bij het uiteinde aangekomen. Daar liggen wat lossen. Ik neem hier zo 2 lossen om die stokjes te overbruggen. En dan eindigt het hier met een laatste stokje, zodat alles weer precies uitkomt. Dan weer 3 lossen voor de hoogte. En dan ga ik hier direct om die lossen van de vorige ronde heen mijn stokjes haken. En dan ga ik weer helemaal terug naar het begin. Ik heb nu een flink stuk gehaakt, zoals je kunt zien. Het is zo'n 53 centimeter. En ik had natuurlijk zo'n meter, zo'n 100 centimeter aan lossen genomen om mee te beginnen. Dus dat is zo'n 53 bij 100 centimeter qua oppervlakte. Dan heb ik wel genoeg om daar een vestje van te gaan maken. Dus ik leg dit zo eventjes helemaal uit op mijn tafel. En die 53 centimeter, die vouw ik dubbel. Dan heb ik dus 2 lagen zo. Dus hier zie je de punten op elkaar liggen. Dat is wat ik over heb hier zo. Dat gebruik ik om de uiteinden aan elkaar te maken.
En dit stukje hier aan de zijkant, dat ga ik op 5 stukjes, dus 5 blokjes van stokjes, oh dat klonk mooi, ga ik samen naaien, aan elkaar vastmaken. En dan ontstaat hier een soort van mouwtje. Het is een heel bazaal, simpel mouwtje. Ik durf het amper een mouw te noemen, maar zo krijg je dus het model in je vestje. Ik heb hier zo dan deze naald gepakt om het aan elkaar vast te maken. En aan de rand steek ik zo hier in de wol in. Zo wordt het dan aan elkaar vastgemaakt. Het is niet 's werelds meest mooie oplossing, maar het werkt wel en dit valt ook niet op als het straks gedragen wordt. Dus zo ga ik een klein stukje verder om een mouwtje te maken. Ik heb hier zo dus dat stukje genaaid. Dat hecht ik af. Goed aantrekken en dan kan deze draad afgeknipt worden. En aan de andere kant gebeurt precies hetzelfde. Ook daar komt zo'n mouwtje. En hier zo is het dus aan elkaar vastgenaaid. Dat zie je wat beter als ik mijn hand er zo onder doe. Dan komt hier zo je nek, neem ik aan. Je kan hem eigenlijk zeg maar draaien omdat het een min of meer vierkant ding is. Dus je kan ook de andere kant gebruiken als bovenkant. En aan de andere kant zit dan ook zo'n mouwtje natuurlijk. En daarmee is je vestje al helemaal klaar. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Als het zo is, geef me een duim omhoog, laat een berichtje achter. En ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan op het klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons. Dan zie ik je in de volgende video hopelijk weer. Tot dan en dag!